De Joden die hier woonden natuurlijk, die waren hier gevestigd, die hadden hier ook hun huizen en hun spullen en die waren ook misschien wat minder op de hoogte van wat er allemaal aan gevaren dreigde. Maar wat we inderdaad zien is dat die vluchtelingen die uit Duitsland kwamen, ook in de oorlog, toen het natuurlijk echt heel erg gevaarlijk werd, veel meer initiatief hebben genomen om vervolgens zich weer uit de voeten te maken. Ofwel om onder te duiken, ofwel om verder te vluchten. En we zien dan ook dat van die Joodse vluchtelingen hier in Tilburg, die Duitse vluchtelingen vooral, dat daar het merendeel van heeft overleefd. Ja, hoe groot zijn die verschillen? Nou, dat is ongeveer van de Tilburgse Joden, die hier al heel lang woonden, heeft ongeveer de helft, iets meer dan de helft, het overleefd. En van die vluchtelingen 2/3. Dus er zijn nog wel opmerkelijke verschillen. Hoe kan dat komen? Nou, dat heeft allerlei redenen. Mensen die vluchten, dat zijn de mensen die het kunnen. Want we vergeten vaak dat, sommige mensen willen wel vluchten, maar je moet het ook kunnen. Je moet de contacten hebben en je moet ook de middelen hebben, ook vaak geld, om te vluchten. Dus het waren natuurlijk wel mensen die wat contacten, netwerken betreft en ook wat geld betreft wellicht een voordeel hadden. Maar het waren natuurlijk ook mensen die wat minder gehecht waren aan hun spullen. Wat minder honkvast, want ze waren immers al een keer gevlucht. Dus dat kan zeker ook erbij toe hebben bijgedragen dat ze op tijd inzagen dat ze zich nog een keer uit de voeten moesten maken.